Tijd voor nieuwe unboxing. Tom had een hele mooie rok gehad, vond ik. Maar ik heb ook hele mooie spullen binnengekregen. Namelijk voor Koelemaster. Het is de MH751 en de GS57. En deze heb ik gekregen als een soort van combi om voor jullie te behandelen. Het is een nieuwe multi-platform gaming stereo headset. Koptelefoon. En een headset stand. Maar die headset stand, die kan je ook de dingen mee opladen en zo. En die heeft ook extra USB-poort. En natuurlijk heeft alles RGB. Salem achter de camera. Wat gaan we als eerste unboxen? Is het deze of is het deze? Dus die. Cool, dan beginnen we met de headset stand. Tom heeft zijn computertje laten staan, dus die kan ik daar lekker op aansluiten. En ik weet verder niet, hadden we mesjes ook gepakt? Nee, hè? Nee, maar niet aan. Kom, kan ik me klauwen? Oh wel. Oh, een schaar zie ik hier. Dankjewel, Saal. Ik maak hem even open. Zo. Oh, sorry. Dit wil ik echt even netten. Ik vind de doos te mooi. Ik weet niet. Ik hou van paars. Mooi paars is niet lelijk. Hoe is het met jullie eigenlijk? Nou, niet gezien. Gezellig. Het is echt leuk dat je kijkt. Goed. Oké. Oh ja, goed. Dit headset stand. Hebben jullie wel eens behoefte aan een headset stand? Laat even weten in de reacties. Want ik, we hadden er een op geen HQ. En dat was op zich wel handig. Want die had allemaal doorlusmogelijkheden met USB en zo. En dat is natuurlijk ook wat er nu fijn aan is. Want ik krijg natuurlijk nu extra USB-poorten. En ik krijg, als het goed is, een oplader voor mijn telefoon. Want dit platformpje wat je hier ziet, daar kun je je telefoon mee opladen. Dan hoef je alleen maar op te leggen. Ja, Salim's ogen gaan nu echt pakken bij het. Want dit zijn van die dingen die jij dan leuk vindt. Kijk, dit kan je dan je batterijen mee opladen. Hoe vet is dat, Saal? Ik ga dat ook gelijk laten zien. Ik zal hem even aansluiten. Ja, kut hè? Ja, hij is echt wel een meester te kijken. Ik vraag me alleen of heeft hij alleen maar een USB of een voeding nodig of allebei? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die ik nu stel. Ik heb geen idee. Ik ga gewoon alles aansluiten. En ik zie wel hoe ver ik kom. En dan heb ik dus straks, het is natuurlijk eigenlijk een plekje voor mijn iPhone, die ik straks heb. Dat is natuurlijk wat ik nu creëer. En dan is mijn iPhone, is dan, daaronder zit dan een RGB glow, hoe vet is dat? Dat is wat je wil hebben. Zo. Ja, maar ik vraag me af of hij het ook gelijk doet. Nee, hij heeft ook goed. Nou, kijk dan! Het is een beetje licht hier, maar kijk de lichtjes, die gaan al aan. Oh, wat vet. Het is alsof die zweeft. Weet je niet? Het is echt alsof die zweeft. En dan maak ik het eigenlijk al kleiner dan het is. Ik vind het echt fantastisch. Het ziet echt heel erg vet uit. Ik ben er blij van. Zal ik ook de sec erin doen? Ja! Zo, de sec zit erin. En nu gaan we even kijken eerst of dit werkt natuurlijk. Dat is eigenlijk. Ik ga dat dingetje eraf halen. Dat is natuurlijk wel echt heel fijn. Dat is altijd een lekker gevoel. Oh, lipje. Oh, het logo van Koelemaster is ook sexy zeg. Ik ben er heel erg blij van. Zal die doen? Nou, dit moet ik nog even uitzoeken, denk ik. Want het werkt op dit moment gewoon echt helemaal. Hoe werkt dit dan? Dat moet er gewoon hiermee kunnen. Moet ik dan weer een Android-toestel hebben? Ja, die van jou? Die van jou doet het, hè? Nou ja. Oh, die van mij doet het. Je moet hem echt helemaal opleggen. Kijk, ik doe het gewoon. Hoe vet is dat? Word je echt heel erg blij van. Nou goed, die heb ik nu, daar heb ik nu een mooi plekje voor. Nou, hij komt natuurlijk met een headset. De MH751. En dat is een headset die je eigenlijk op alle manieren kan gebruiken. Hij heeft sowieso een ingang, mini jack ingang. Wat ik heel erg fijn vind. Dan kunnen we hem ook gewoon in het mengpaneel duwen. Oh, dit duurt niet te lang. Voor de gamers het podcast. Dat vind ik altijd wel fijn. Zo. Hij is natuurlijk echt super mooi verpakt. Ik weet nog niet wat hij kost. Ik ga het allemaal uitzoeken. Dan gaan we allemaal behandelen in de game van een keer. Maar de dozen zien is die prijzen. Want het ziet er echt super mooi uit. Openmaken zo. Oh, dit is toch een mooie Saal. Dit gaat je hart toch sneller van kloppen, of niet? Dat is echt heel erg vet gedaan. Je hebt een. Hij is echt ook heel licht en heel klein en heel. Wat een mooie headset is dit. Kijk hoe stijlvol die is. Ook dat mat zwarte. Ook het hele feit al dat je headset eraf kan. Dat betekent dat je hem namelijk ook gewoon in de trein kunt gebruiken. En dan sta je niet eens voor gek. Kijk dan. Hij sluit ook super goed af. Oh, wat fijn. Ik ben er echt heel erg blij van. Ik ga even kijken. Ik ben echt heel blij mee.
Ik vind gaming headset vaak namelijk heel erg gamerig. Maar dit is gewoon echt gewoon een stilo headset, man. Echt super vet. Even wat verder in zitten, gaan kijken. Dit is het gewoon. Dus dit is om hem te vervoeren. Zit er nog een cadeautje in? Ja, natuurlijk. Ja. Oh, het is geen USB. Het is alleen maar mini jack. Dat is echt super fijn. Dan kun je hem gewoon aansluiten op alles wat je hebt. Behalve je iPhone. maar goed, kijk dan. Maar hoe die bij mij thuis gaat hangen is natuurlijk zo. Gaan we even een heel mooi eindshot maken zo. Kijk, dan hangen we hem zo op. Dan heb ik hier mijn extra USB. Ik heb mijn telefoonoplader. Ik heb mijn RGB. En ik heb mijn headset. Is dit mooi of is dit mooi? We gaan er heel snel mee aan de slag voor Gamerset Gear. Check dat vooral op gamerset.nl. Heel erg snel. Onwijs leuk dat je hebt gekeken. En ik heb weer wat te doen de komende tijd. Super vet. Ik ben blij. Top. Bedankt voor het kijken.